Ik zweer aan het Nederlandse volk dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van de staat met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren. Dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van al mijn onderdanen zal beschermen. En tot instandhouding en bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten ter mijn beschikking stellen. Zoals een goed koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Ja, hoe kijk ik daar nou tegenaan? Als je terugkijkt, dan zie je toch wel heel grote verschillen natuurlijk. Maar om de tijd waarin je zelf leeft te beoordelen, dat is geloof ik onmogelijk. Den Haag, april 1909. Dag en nacht, veel drukte rond en in het paleis Noordeinde. Voor de bevalling wordt koningin Wilhelmina bijgestaan door de gynaecoloog professor Kouwer. Kouwer. 30 april, 's morgens 7:10. Juliana is haar naam. Gauw verschillen de eerste foto's die de Nederlanders vertrouwd maakten met het beeld van de jonge prinses en iets van de omgeving die haar omsloot. Net als haar moeder zou ze enig kind blijven. Bij een bezoek aan Artis was het karakter van een heerlijk uitje niet opvallend. Nou, ik was natuurlijk enig kind, maar het was een enorm verschil met de jeugd van mijn moeder, die alleen was. Mijn ouders en natuurlijk vooral mijn moeder, die dat had ervaren, waren er heel erg op uit om mij dat te besparen. Dus ik heb veel met kinderen gespeeld en later hadden we een klasje. Het waren 4 meisjes. Mijn moeder had er ook wel jongens bij gewild, maar een van de andere moeders wilde dat niet, geloof ik. Dus als ik het goed begrijp, dan kwam u in die tijd met jongens niet in aanraking? Nou, wel op die zangles, maar verder niet erg veel. Ja, wel eens met logees. Maar in meerderheid was het wel meisjes, ja. Het schaatsenrijden bood, hoe nauw ook omringd, iets meer vrijheid.
Toen de prinses die kunst eenmaal meester was, kwam de bevrijding van snelheid in de ruimte. Met politiek maakte de jonge prinses kennis tijdens de groots opgezette aanhankelijkheidsbetoging op het Malieveld na de spannende dagen van de revolutieplannen van Troelstra. Tot de eerste officiële daden hoorde de steenlegging voor het Jaarbeursgebouw in Utrecht. Ik weet nog, ik had een bruin fluwelen jurk aan. En toen kreeg ik een zilveren troffel als herinnering daaraan aangeboden. Nou, dat kun je, die kun je heel goed gebruiken als taartenschep later natuurlijk. Hebt u nog? Natuurlijk. Een 10-jarig meisje, omringd door deftige heren. Een jarige prinses deelt kaartjes uit voor haar feest, holt terug en werd een moment vereeuwigd als een blij kind, even los uit het stijve decorum. Bij een bezoek aan Giethoorn hielp de jonge prinses mee aan het punteren van een duidelijk kostbare lading. Een merkwaardige plechtigheid was de geuzenherdenking in Den Briel. De hoge bezoekers maakten een statige wandeling over het onbehouwen feestterrein en onthulden een door het departement van oorlog zelf bekostigd magistraal monument plus indrukwekkend hekwerk. Ook de terugkeer van het monument naar de bewoonde wereld moet voor de hoge bezoekers een onvergetelijke gebeurtenis zijn geweest. Toen haar moeder 25 jaar aan de regering was, leverde dat ook Amsterdam een groots feest op. De dan 14-jarige prinses is al duidelijk minder beduust van zo'n juichende mensenzee. Ja, die hoge hoeden. Ik weet wel, toen mijn kinderen klein waren en voor het eerst hoge hoeden zagen. Natuurlijk had de oorlog daar ook mee te maken dat ze ze niet eerder hadden gezien. Nou, ik heb nooit zo'n gebulder van lachen gehoord. Ik dacht, wat is er aan de hand? Het waren de kinderen die hoge hoeden zagen. Ook zanghuldes werden weer aangevoerd door hoge hoeden. Honderden kinderen ineens. Juliana wuifde heftig terug voordat ze weer verdween in de omhulling van een paleis. Haar middelbare schooltijd was inmiddels begonnen. Ja, daarin heb ik alleen maar privaatlessen gehad. Om die afschuwelijke leeftijd van 18 jaar, waarop ik klaar moest zijn als mijn moeder wat overkwam, om te kunnen opvolgen. Dus ook allerlei cursussen in staatsrecht, economie heb ik gehad voor die tijd, voordat ik naar de universiteit ging. En daardoor had ik dus geen klasgenoten meer. Natuurlijk wel geprobeerd om veel contacten te hebben. Maar het is natuurlijk toch niet zo makkelijk als dat je op school bent. Maar aan de universiteit heb ik dat natuurlijk wel heel goed kunnen inhalen. Ze ging naar Leiden, woonde in Katwijk en had een zichtbaar onbezorgde studententijd. We zaten daar als novieten in de club. De steenschuur was dat. Allemaal op de grond, dat hoort dan zo. Het harde kokos. En er werd om de beurt je naam afgeroepen. Dat ging alfabetisch. En toen waren we bij de O. En toen hoor ik ineens zeggen van Oranje. En ik kijk dus.
En ja, dat was prinses Juliana en die liep dus die hele lengte zo naar die tafel toe. Daar kreeg je dan je instructies en je groene broekje. En ik moet u zeggen, het klinkt misschien wat pinnig vrouwelijk. Het enige wat ik erbij gedacht heb, dat is toen ik zo keek, zoals je dan doet. Wat heb jij een degelijke kousnaam? Ik heb haar daar dus zien rondlopen, alles doende wat wij allemaal moesten doen. En nogmaals, ik heb de indruk dat ze erg happy was met dit alles. En dacht ze zo, dit is een stuk van mijn eigen leven. En dat is het ook. En u bent er maar 3 jaar geweest, waarom zo kort? Tja, ik heb geen diploma. Ik kon geen eindexamen doen, want ik moest klaar zijn om als mijn moeder iets overkwam, haar te kunnen opvolgen met 18 jaar. Verschrikkelijk jong. Op die leeftijd begon voor haar echt het leven van een kroonprinses. Samen met haar ouders naar de ridderzaal voor de opening van de zitting der Staten-Generaal. Het werd trouwens een tijd vol officiële optredens. Prinses Juliana toonde een zekere schuwheid voor het gestandardiseerde decorum. Mogelijk onbewust toonde zij zich niet altijd even blij met de voor haar uitgelegde lopers als de rails voor plechtigheid. De beurskracht in New York kwam het beeld van alles, ook in dit land, omvergooien. Het financiële leven klapte in elkaar en de hele rest. Van een nationaal crisiscomité was prinses Juliana voorzitter geworden. Het nationaal crisiscomité bestaat nu bijna 2 jaar. Het is dankbaar voor de waardering en de medewerking die het gevonden heeft. Vanuit alle kringen is men ons met zijn hulp tegemoet gekomen. Ik eindig tenslotte met de wens dat gij, die deze geluidsfilm hoort en ziet, dat ons volk met al de voldoening die hierbij mogelijk is, terug zal kunnen zien op de nationale inzameling. Tot beloning van hen die er de omvangrijke uitvoering van verrichten en tot de dankbaarheid van degenen die het allerzwaarst lijden onder de algemene nood. Die algemene nood kende gradaties. Bitter waren de omstandigheden in de arbeiderswijken. De maatregelen tot verlichting beperkten zich veelal tot liefdadigheid en goed bedoelde maar onwezenlijke leuzen. Dan al een film in opdracht die de nood wil uitbeelden en wat naïef ook een mogelijke uitweg. Er stopt een trein midden in de heide tussen Zwol en Dedemsvaart. En uit die trein stappen 100 werkelozen die telkens voor 2 weken naar de werkverschaffing gaan. Dat wil zeggen, ze worden, zij het dan tijdelijk, onttrokken aan het demoraliserend niets doen. En ze zullen gedurende die tijd wellicht beter gevoed worden dan thuis. Een geestelijke en tegelijk lichamelijke opfrissing dus. Daar wordt men door het geld de zon te werken ingestuurd. Je vraagt daar steeds een
Maar film en werkelijkheid kunnen ook flink wat uiteenlopen. Die blijheid onder omstandigheden werd niet overal zo gevoeld. Met nog eens een verlaging van de al miserabele werklozenuitkeringen was het Colijn die een regelrechte aanslag pleegde op het dulden. De situatie werd echt grimmig. Onrust en heftige rellen in de Jordaan. Militairen moesten het oproer dempen, zoals het heette. Na de ontwrichting allerwegen gingen onze buren naar iemand luisteren. Hij maakte zich ook zeer duidelijk verstaanbaar. Als we in die tijd door Duitsland moesten reizen om naar Zwitserland te gaan, dan was het altijd een benauwende ervaring. Want je wist dat er vreselijke dingen, mensonterende dingen, uiterst ondemocratische dingen gebeurden in dat land. We laten ons door niets beirren. De storm bricht los. De taak bricht aan voor Hitlerfanen. Onbeschaamd mogen de camera's registreren. De toekomst bricht los ons te hören. Maar buiten hun bereik worden ook nog eens kampen volgesmeten met de vijanden van de nieuwe leer. Als ik het woord cultuur hoor, trek ik al mijn revolver. Dat is duidelijke taal. En de boekverbrandingen maakten zelfs de gedachte aan cultuur, inderdaad, levensgevaarlijk. In die dagen bracht prinses Juliana een bezoek aan de Joodse invalide in Amsterdam die een nieuw gebouw betrokken had. Er groeide hier een zekere verlegenheid tegenover Joden en Joodse instanties om wat hen vlakbij werd aangedaan. In 1934 stierf prinses Juliana's grootmoeder. Duizenden en duizenden wachten om een laatste groet aan de overleden vorstin te mogen brengen. Eerst komen burgemeester en wethouders van Den Haag. En dan vangt het grote defilé aan. De bewondering voor koninginmoeder Emma was algemeen geweest. En die toonde zich nog eens bij haar dood en begrafenis. Oud en jong, arm en rijk, heel Nederland nadert vol eerbied de baar. De nationale landstorm onder generaal Duymaer van Twist en de heer Snoek Henkemans. De 94-jarige oud-marketenster, een ontroerend schouwspel. Ook de kleuterschool, treffend van simpelheid, komen bij de baan. In datzelfde jaar krijgt de prinses heel nabij nog een slag te verduren. Ja, toen is mijn vader in 1934 heel plotseling gestorven. Bij zijn tweede attacke, een tweede keer die zijn hart in de steek is ingebleven. En toen had hij al zijn hele idee ontwikkeld hoe hij begraven wilde worden. Want hij zei, kijk, als ik in de eeuwige vrede inga, dan gaan jullie geen rouwvertoon erop nahouden. Ik wil in het wit begraven worden. Nou, mijn moeder was het daar helemaal mee eens. En die heeft ook in het wit begraven willen worden. Ik wil het ook. Ik ben het er ook helemaal mee eens. Het was een spectaculaire gebeurtenis van volstrekt onverwachte aard. De witte stoet over de grote markt in Delft bleef velen in de ogen geëtst.
Ja, mijn vader. We begrepen elkaar altijd erg goed. We hebben ook erg plezier samen gehad. We waren samen wel eens lekker stout. Maar helemaal, we begrepen elkaar erg goed. En hij had ook altijd hele mooie plannen. Als we logeetjes hadden op het Loo, om bijvoorbeeld de fietsen allemaal bovenop een auto te laden en dan, zodat we lekker helemaal bergafwaarts terug konden racen. Allemaal zulke dingen, ja. Mijn vader was voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis. En na zijn dood ben ik hem opgevolgd. Ik was toen nog wel erg jong. Maar net als bij het crisiscomité, er zaten zoveel wijze lieden in. Dat hinderde niet zo heel erg. Dames en heren, ik acht het mij een voorrecht mij in mijn nieuwe hoedanigheid als voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis voor de eerste maal te midden van de afgevaardigden der afdelingen te bevinden. De oefeningen leken op quasi-ernstig spel en het spel kende eigen rituelen. Prinses Juliana had ook, zogezegd, de leeftijd. En haar keus vond bijval, al was het maar doordat de uitverkorene zelf de auto bestuurde. Ze had het ontdekt. Dat was een Nederlandse fotograaf van het Nederlands Dagblad. Die was toevallig ook ter plaatse, ergens in Zwitserland, waar wij waren. En daardoor is het prematuur uitgelekt, ja. En toen hebben we het moeten publiceren. En toen kregen we enig welkom. Toen we naar Den Haag reden in zijn fortje. Dat was ontzettend leuk. En je hebt toen spontaan een wandeling door Den Haag gemaakt? Ja. Maar er waren nog wel meer, geloof ik. Ja, dat zijn onvergetelijke herinneringen. Cordons konden soms worden doorbroken. En prinses Juliana was gelukkig. Het was haar aan te zien. En dat ook weer veroorzaakte een lawine van uitgelatenheid. Bij alle onzekerheid en dreiging die het grote wereldgebeuren kenmerkte, werd met graagte het sprookje binnengehaald. Die het levendig verslag van een collega van de crew hebben gevolgd, zullen nauwelijks hun emotie kunnen bedwingen dat het sprookje werkelijkheid is geworden. Juliana, bekent gij hier voor God dat gij genomen hebt tot uw wettige man, hem in wiens hand thans de uwe rust? Ja. En daarna de grote bevrijding, het los zijn van de drommen drammende toeschouwers, de huwelijksreis, de sneeuw. Een verliefde prinses, de dingen doende die verliefden doen.
De prinses kon zich ook onbekommerd laten vallen. En ze hoefde zich niet te generen voor de cameraman, die immers haar echtgenoot was. We hebben toen als nationaal cadeau de verbouwing van Soestdijk gekregen. En de Piet Hein. Een geweldig cadeau. Is mijn man een ernstig auto-ongeluk overkomen. Toen is hij opgenomen in het burgerziekenhuis in Amsterdam. En ik werd daar ook ondergebracht. Omdat ik in de 8e maand was voor de geboorte van Beatrix. Maar we waren allebei weer terug toen dat gebeurde. De batterijen hadden al een paar dagen in stelling gestaan. Ze mochten vuren, 51 maal. Het nieuws verspreidde zich snel. De publiciteitsmedia hadden tussen de geboorte van Juliana en de volgende geboorte een enorme voortgang gemaakt. Het was onmiddellijk overal bekend. Beatrix. Het innige prinschap maken wij bekend dat heden, 31 januari 1938, door Gods goedheid is geboren een president van de Royal Nassau. Leve het koninklijk gezin! De kort daarop volgende doop bracht weer een danig plechtige stijl terug. Beatrix, Wilhelmina, Armgard, ik doop u in de naam des Vaders. Aan de Zoon, aan de Heilige Geest. Amen. Ik herinner me nog heel goed de eerste kreet. Ja, en dan leer je hoe je zo'n kind moet baden en aankleden. Dat hebben alle moeders natuurlijk wel eens meegemaakt. Toen kreeg Den Haag het kind te zien, achter een raam van het Paleis Noordeinde. Er was al gauw een ander meisje in haar omgeving om samen de wonderen van de wereld te beleven. Het jaar van Beatrix geboorte zou nog op een andere wijze de geschiedenis ingaan, naarmate de wereld steeds meer inzag tot welke voze overeenkomsten men raakte met een dictator die zich allengs sterker ging voelen. 1938 was immers ook het jaar van München en de verkwanseling, om te beginnen van Tsjechoslowakije. Ten tijde van wat men noemt München, toen vierde mijn moeder haar 40-jarig jubileum en we waren in Amsterdam. Toen werd ik ziek, wat me anders nooit overkomt. Maar ik lag te luisteren naar de redenvoeringen van Hitler.
een ontzaglijke dreiging voor ons. Na afloop nam ik dan mijn koorts op en die was altijd wat hoger geworden. Want de spanning was ontzettend in het dek. Hitler was de maat der dingen. Zijn vrede kon slechts met dubbele tong gesproken zijn. Hoezeer men meer hoopte dan dacht dat het nog mee zou vallen. Het was niet zo dat wij, vanwege onze neutraliteit, maar vast alle kanten op begonnen te schieten. We schoten vreugdevuur. Prinses Irene was geboren. En die naam betekende toch immers ook vrede. Nu de spanning die er de laatste paar weken in de politieke sfeer geheerst heeft, begint te breken, zou ik gaarne aan iedere Nederlander een gemoedelijke raad geven. Minister-president Colijn. Deze namelijk. Wacht nu maar rustig af. De Duitsers hadden echter verzuimd naar Colijn te luisteren. Ze gingen verder, volgens plan, nu echt met militair geweld. Ze vielen Polen binnen op 1 september 1939. De oorlog was een feit, of tenminste een reële dreiging. In Nederland vertoonde zich in de schaduw van zoveel heldendom een ferm klein persoon. Een man die ook recht had op bescherming, want voor nog tegen mocht immers blijken. Nederland was neutraal. De militaire maatregelen die Nederland sinds jongstleden maart getroffen heeft, zijn slechts een voorzorgsmaatregel in verband met de algemene toestand in Europa. Vandaar dat ze tegen niemand in het bijzonder werden genomen, maar gericht zijn op alle mogelijke eventualiteiten en naar alle kanten. Van de zijde van een denkbeeldige tegenstander, onze grens overschrijdend, passeren we een groep bomen die door middel van trotielladingen omgehaald kunnen worden. Touwen zorgen ervoor dat ze kruiselings over de weg vallen. In geval van nood gaat het zo. Alleen de andere kant uit, dwars over de weg. Hetgeen bij deze demonstratie natuurlijk niet mogelijk was. Dan volgt een hindernis die men in dienst met de naam asperges aanduidt. In tegenstelling met de licht verteerbare delicatessen zijn de stalen asperges onoverkombare hindernis voor panzerwagens. Zij worden binnen enkele ogenblikken in de vooruit gereedgemaakte gaten gestoken en vastgegrendeld. Mocht een eventuele belager trachten de hindernis op te ruimen, dan zijn er stukken Franse afweergeschut in stelling gebracht die de weg volkomen bestrijken. Zo kreeg Nederland langs zijn gehele grens een verdedigingslinie die er het zijne toe zal bijdragen onze volstrekte neutraliteit te handhaven en te doen eerbiedigen. Op voorhand wilden we door gespeelde onwetendheid onze onschuld bewijzen, die ook aandoenlijk zijn kon. En wrang. Een schuilkelder is soms ook niet meer dan een heuveltje. Het was een hele wonderlijke winter met die voortdurende oorlogsdreiging. Dan verhuisden we van Soestdijk naar Den Haag. Dan weer terug naar Soestdijk. Dan weer terug naar Den Haag. Waar we dan eindelijk de invasie hebben meegemaakt. We leefden al die tijd met één vluchtkoffertje dat klaar stond als het zover was. Het was wel haast een zomerse dag waarop prinses en prins waren genodigd om in Noordwijk bloemmozaïken te komen zien. De Duitsers sprongen er praktisch bovenop. Ze
Ze sprongen in zulke hoeveelheden dat al meteen een deel van de verdediging buiten gevecht werd gesteld en grote verwarring volgde. Het ging hard, hoewel niet zo hard als de Duitsers hadden aangenomen. Vluchten in eigen land zou een nieuw en massaal verschijnsel worden. Zertrümmerte Fahrzeuge aller Art kennzeichnen diese Straße als Fluchtweg des Gegners. Hier aus führt die Straße geradewegs nach Rotterdam, mitten hinein in die für uneinnehmbar gehaltene Festung Holland, die ein ganzes Gebiet schwerster Befestigungen umfasst. Die Kolonnen müssen halten, in einem Dorf wird Widerstand geleistet. Die Straße muss erst freigemacht werden. Prinses Juliana en haar twee dochtertjes moesten zich gereed houden voor een evacuatie, waarheen dan ook. We zouden uitwijken naar Frankrijk. En door de komst van de parachutisten werd het opeens onmogelijk. En toen is het de derde oorlogsdag Engeland geworden. Engelse mijnenveger. Nou, dat was niet zonder risico. Maar we zijn er goed doorgekomen. Dankzij een... Wat ik heb horen zeggen, hoor. Ik heb het zelf niet gezien. Ik was toen... beneden in het schip, dankzij een luchtmijn die niet ontploft is, zijn we er goed afgekomen. Onder de anderen die de oversteek naar Engeland wisten te maken, waren soldaten van allerlei nationaliteiten. En ook burgers. Degenen die van de komende nationaal-socialistische bezetting zeker het ergste hadden te vrezen. Ze lieten alles achter, behalve hun leven. Dat zou alles blijken. Dat de koningin eigen bodem had verlaten, was voor velen in Nederland eerst nog een gevoelige schok. De proclamatie van Wilhelmina's vertrek en het Duitse dreigement Utrecht plat te leggen bracht een gevoel van verlamming. Witte vlaggen waren militair gesproken nog het enige antwoord. Het einde van een paar dagen vechten, vaak met man en macht. Niet glorieus, maar tenminste een einde, kon je denken. Totdat Duitse vliegtuigen toch eerst nog eventjes Rotterdam kwamen bombarderen. Met daarbij zelfs een triomfantelijke poging tot rechtvaardiging. Schuld aan deze verscheuring had uitsluitend jener verantwoordingsloze Holländische regeringsklungel, die in dienst der Britse plutocratie het Holländische volk tot een völlig zinlozen widerstand aufrief. Zelfs aber, nachdem die Holländische bevolking nog tot tapperen ausharren opgeroepen had, naar London floh. Und das Volk seinem Schicksal überließ. Das deutsche Schwert aber musste hart und unerbittlich zuschlagen, um Englands Angriffspläne rechtzeitig zunichte zu machen. In Woorden werd een zogenaamd motief gegeven, overtroffen slechts door de daden zelf. Rotterdam brandde dagen. Niet langer waren berichten van buitenlandse correspondenten nodig over nazi-methoden. We konden het zelf voor geweten houden. Het was te aanschouwen met eigen ogen. Het was gelukt, bijna alles. Het paleis op de Dam was opeens een gewoon gebouw geworden, met alleen nog de herinnering aan andere tijden. De Amsterdammers konden Duitsers kijken. Niet zozeer toeristen op weg naar Zandvoort,
dan wel wegbereiders van terreur. En toen bent u naar Londen gegaan, maar daar bent u niet lang gebleven? Niet heel lang, maar dat was al niet veilig genoeg. Maar mijn moeder, daar had ik natuurlijk afscheid van genomen, niet wetend hoe lang het zou duren. Ja. Maar ik zag haar terug binnen de 24 uur in Londen. Ja. En toen bent u? En toen zijn we naar buiten gegaan, naar Gloucestershire, ja, waar we vreselijk gastvrij zijn opgevangen. En toen zijn we met de oude Sumatra naar Canada gebracht. Toen we aan boord gingen in Milford Haven in Groot-Brittannië, toen had Beatrix koorts. Ja, maar we moesten toch vertrekken die dag. En ik herinner me nog dat ik er vanuit de sloep aangaf van de eerste officier die op de valreep stond, kind gewikkeld in een deken, en dat ik zei, pak aan, hier is een ziek kind. Maar de volgende dag was de koorts weg en toen was ze gauw beter. Aan boord was iedereen zo gastvrij en zo aardig voor ons. Het was een tocht met veel herinneringen. Ook dat de Heemskerk, die nog niet klaar was om te varen, maar toch voor ons kwijt is geraakt in een bui op de oceaan. Nou, we hebben elkaar weer teruggevonden. En we hebben ook nog een alarm gehad, maar dat was niet erg, want het was maar een Amerikaans schip. Dat was nu, toen nog een neutrale. Mm. Enfin, toen zijn we dan in Canada aangekomen. Het was stampvol met het hele gezelschap dat er bij elkaar was. Mijn vriendin met haar dochtertje. Een andere vriendin die me hielp bij de kinderen. En onze bewakers, onze Nederlandse bewakers. Het huis was stampvol. En toen Margriet geboren is, toen zijn we verhuisd naar een wat groter huis. Prins Bernhard, ervoor overgekomen uit Engeland, toonde zijn dochter voor het opmaken van de geboorteakte. De jongste werd het petekind van de Nederlandse koopvaardij, die ingeschakeld was bij de oorlogvoering. De strijd om de aanvoerwegen over zee open te houden bereikte toen een hoogtepunt. De duikbotenoorlog was in volle gang. Vaak wisten de torpedo's hun doel te vinden. Vele schepen spatten uiteen of verdwenen in de diepte. De schepen en talloze bemanningsleden, ook Nederlanders, zonder houvast, dobberend in ijskoud en met olie overdekt water. Maar uiteindelijk werden de duikboten overwonnen. Langs de aanvoerroutes kon Amerikaans materieel blijven toevloeien. In omgekeerde richting kwam koningin Wilhelmina naar Canada om daar de doop van haar derde kleindochter bij te wonen. Hertie Francisca, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons. En des Heiligen Geestes. Amen. Een kortstondige hereniging die toch ook weer kon dienen om op film een verklaring voor het Amerikaanse volk af te leggen. I am happy to have this opportunity of addressing to you through the medium of a screen. It enables me to say to millions whom otherwise my voice would not reach that the people of the Netherlands are proud to be associated with the American nation in the struggle for the preservation of the ideals and the way of life
which you and we regard as our most precious heritage. Voor de prinses hernam het leven zijn gang, verdeeld tussen werk en de zorgen voor het gezin met een gelijke intensiteit. Toen we Nederlandse zeelieden op bezoek hadden gehad, toen stond er ergens nog een jeneverfles op het buffet. En ik had 's avonds alleen de kinderen. En Irene was wat langzaam met eten in die tijd. En Beatrix en het andere meisje dat bij ons in huis was, die waren al aan het spelen. En toen ik me omdraaide, zag ik de jeneverfles achter me op de grond staan. En de beide dames zaten ieder aan één kant met een rietje naar jenever uit te zuigen. En toen ik me daar enigszins ontsteld over toonde, toen zeiden ze, het was helemaal niet erg, want we hebben de jenever teruggespuugd door het rietje. Vanuit Canada reisde de prinses nog naar die delen van het koninkrijk waar ze ontvangen kon worden. En allerhartelijkst naar zo blijken, in Suriname en op Curaçao. Daarmee ook vervulde ze de haar opgelegde taken. Tezelfde tijd probeerde in Londen de koningin op de hoogte te blijven van het leven en lijden in het bezette moederland tijdens ongedwongen ontvangsten van Engelandvaarders. Tussen goed en fout liep een scherpe scheidslijn. In Nederland diende de ridderzaal nu de Duitse Rijkscommissaris, die met voldoening zag hoe Nederland het grootste contingent SS'ers leverde. Auch nicht wieder. Die niederländischen Soldaten haben sich im Kampf gut geschlagen. Die niederländische Zivilbevölkerung hat sich den kämpfenden Truppen gegenüber ordentlich benommen. Onder het schild van de bezetter bracht de NSB het ook tot een zekere positie. Lunteren was het oord van de zogenaamde Hagepreken, compleet met een poging tot overname van het Groot-Germaanse ritueel. En in naam daarvan dus, sluipend eerst nog, heel langzaam, voltrok zich de isolering van Nederlandse burgers. Maar toch al vroeg, de bezetting was nog maar 10 maanden een feit, groeide daartegen verzet. Amsterdammers lieten zo hun stadgenoten niet vernederen. Het parool vond weerklank, de februaristaking. Er was tenminste geprotesteerd. Voor de rest leken maatregelen zich wel haast automatisch verder te voltrekken. Tot het eind. Ver van huis.
Twee jaar nadat Nederland door de Duitsers werd bezet, overstroomden Japanners Nederlands-Indië. Opnieuw een oorlog. Ook daar gevolgd door kampen, door verterende ellende en uitputting. Steeds massiever werd de scheiding. In het zicht van een mogelijke invasie werd de Nederlandse kust tot Duitse verdedigingslinie, de Atlantikwal. Met een niemandsland waaruit hun ieder werd verdreven en geweerd op straffen van. Maar die wal hield het toch niet. In Frankrijk werd hij doorboord, in Normandië. Die invasie was zorgvuldig voorbereid. In de overtuiging dat alleen met een lawine van manschappen en materieel de Duitse linies zouden kunnen worden genomen. In korte tijd slaagden de geallieerden met het vestigen van landingshoofden. Pas toen die er waren, kwam de mobiele Duitse tegenaanval op gang. Aarzelend nog steeds of dit wel de invasie was. Het was hem. Nu waren het de Duitse aanvoerlijnen die met precisie werden bestookt. Na de Russen zagen Amerikanen en Engelsen hoe tienduizenden Duitsers zich overgaven. In september 1944 begon de bevrijding van het zuiden. Weer tanks en soldaten, ingehaald en uitbundiger kon nauwelijks. Prinses Juliana was vanuit Canada naar Engeland gereisd. Ze begroette haar moeder. Eindelijk een hereniging die blijvend leek. Ja, september 1944. Omdat de bevrijding zo dichtbij leek. Ja. Was dat uw eigen initiatief of nee, was dat de regering? Ik kreeg orders, marsorders. Wat de regering? Ja, van moeder die zei, nu moet je overkomen. Oh ja. Ja. Het vrouwelijk hulpkorps werd daar meteen ook door de prinses voorbereid op de taak die wachtte thuis. En gij gaat een buitengewoon mooie roeping volgen. Gij toont de saamhorigheid met Nederland, die zo groot is daarbuiten. Zelf heb ik daar de meest treffende voorbeelden van gezien in Suriname en Curaçao. Prins Bernhard was al zeer actief in het bevrijde zuiden. De lang verbeide dag. Koningin Wilhelmina, na 4,5 jaar terug in Nederland. In Ede, in Zeeuws-Vlaanderen. De uitzending van Radio Oranje en van de nieuwsberichten in het Nederland van de BBC berichten. Hallo, monitoring service of de BBC. Dit is de press transmission of Reizen Nederland. De New Dutch translator om Free Dutch Service. Van beide kanten leek de aanblik te veel. Wat zich niet onthulde, was gruwelijk en werd dat steeds meer. Tussen de bevrijding van het zuiden en de rest van Nederland lag de hongerwinter. Leven voor zover nog.
geminimaliseerd. Teruggebracht tot dat ene, het zoeken van eten en brandstof. De winter was koud en eindeloos. Ieder mens had bovenal zichzelf om voor te zorgen. En vaak lukte dat niet. Een knagend gevoel dat alles aantastte. Het durende wachten. Het zich zo moeten buigen. Vliegtuigen nog, maar die lieten voedsel neer nu. Nog één capitulatie was er nodig, wat Nederland betrof tenminste, in Wageningen. Prins Bernhard was erbij als bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten. Direct op Soestdijk gaan wonen? Niet direct. We hebben eerst nog een tijdje op het Loo gezeten. Was het huis hier erg vernield? Was hier ja, het had nogal geleden. Dus we konden er niet dadelijk in. Er waren er die probeerden te doen alsof ze weer hun huis hadden gevonden. Hoopvol weer terugkeren. Vaak onzeker toch. Niet wetend wat aan te treffen. Maar in ieder geval aan de slag. Herbouwen steen voor steen. Prinses Juliana kreeg een nieuwe opdracht. De waarneming van de taak van haar moeder. Ik zweer trouw aan de koningin. Ik zweer dat ik in de waarneming van het koninklijk gezag, zolang de uitoefening van het koninklijk gezag is neergelegd, de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Gelijk een goed en getrouw regent schuldig is te doen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Lieve regentes. Het was niet zo vreselijk lang, niet zo'n hele lange periode. Ja. Maar in ieder geval kan ik nu op mijn visitekaartje zetten oud-regentes en dat vind ik erg indrukwekkend. Inderdaad de eerste minister-president geworden onder de regentes en dus later onder de koningin. Maar de koningin vroeg mij of ik bereid was minister-president te worden. Rechtstreeks de vraag of ik minister-president wilde worden. Maar ik zei tegen de koningin, ik meen dat het mij niet zou kunnen gelukken. En toen is Van Schaik belast met de formatie. Maar hij heeft dan verder in die formatie voortdurend met mij overleg gepleegd. En we zijn over de moeilijkheden heen gekomen. Ik had de indruk, zo zullen er wel komen.
En bij de volgende verkiezingen van 1952 en ook bij de daaropvolgende van 1956 had de Partij van de Arbeid een resultaat dat ons voor het eerst sterker deed zijn dan de KVP. En zo is mijn minister-presidentschap toch uitgereikt tot een periode van 10 jaar. En ik moet zeggen dat in die 10 jaar is het mij een voorrecht geweest om te dienen onder koningin Juliana en haar te leren kennen in haar grote zorg voor ons volk, de noden die in ons volk bestonden, maar ook in haar sterke gevoelens ten opzichte van de toestand in de wereld, de noodzaak daarvan meer welstand en van vrede. En 10 jaar lang, ondanks zeer grote moeilijkheden die er geweest zijn, onder andere van mijn situatie, heb ik het toch als een voorrecht beschouwd onder haar te mogen dienen als minister-president. Het regentschap was nog maar een voorproefje geweest, 1948. Ik stel er prijs op u zelf mede te delen dat ik zojuist mijn troonsafstand heb getekend ten behoeve van mijn dochter, koningin Juliana. Ik dank u allen voor het vertrouwen dat gij mij 50 jaar lang hebt gegeven. Ik dank u voor de toegenegenheid waarmee gij mij steeds hebt omringd. Met vertrouwen zie ik uw toekomst tegemoet, onder de zorgende leiding van mijn innergeliefd kind. God zij met u en de koningin. En ik acht mij gelukkig met u allen te kunnen uitroepen: leven alle koningin! Hoera! Hoera! Dat je me op deze wijze hebt ingeleid. Ik voel het als een groot leed dat we uw wijsheid en uw ervaring en bovendien uzelf voortaan zullen moeten missen als onze koningin. Hoe moeilijk het ook zal zijn hieraan te wennen, ik weet dat allen u van harte hun beste wensen meegeven voor deze levensperiode waarin ge als prinses Wilhelmina onder ons zult verkeren. Voort doe ik voor mezelf een beroep op uw aller vertrouwen. Datzelfde vertrouwen waarmee ge mij in de 5 maanden waarin ik als regentes voor mijn moeder waarnam, tegemoet gekomen zijt. Tezamen gaan wij moedig voorwaarts. Leve het vaderland! Wij, Juliana. Haar eerste koninklijk besluit gold haar moeder. Voor haar moed, beleid en trouw. Ridder in de militaire Willemsorde. Voor een vrouw met een monumentaal leven. Herstel en vernieuwing was het motto van de eerste naoorlogse regering geweest. Het werd voornamelijk herstel. Daarin viel ook veel te doen. Het grootste probleem misschien, waar en waarmee te beginnen.
Het huis, weer bolwerk en bron van veiligheid en ja, die gezelligheid. Maar van daaruit werden ook plannen gesmeed. 5 jaar lang, op zijn best, opgesloten binnen eigen grenzen. Je moest ook aan de toekomst denken. Andere mogelijkheden overwegen. Enfin, zullen we wel, zullen we niet? Waarom eigenlijk niet? De oversteek gewaagd. Bij terugkomst na de oorlog, de soberheid van het leven, hè? Ook de saamhorigheid. Ja, nu is natuurlijk de welvaart enorm toegenomen. En ook de sociale verzekeringen zijn natuurlijk erg uitgebreid, denkt u maar. Aan de bijstandswet, aan de AOW. Zo kan ik een hele tijd doorgaan. Verder waren we nog een koloniale mogendheid tot 49. Dat is lang geleden, hè? Heel lang geleden, alweer. 2 politionele acties. Zeg maar een koloniale oorlog. Daarmee ook een vrijheidsstrijd gegeven. Vier jaar vechten, onderhandelen, vechten. Voordat toch Nederlands-Indië via de Verenigde Staten van Indonesië de Republiek Indonesië werd. In 1949 eindelijk probeerden we in een rondetafelconferentie tot overeenstemming te komen met de Republiek en met wat toen nog heette de federalen, die dan samen een federatie zouden vormen. Daarbij deden zich natuurlijk heel wat vraagstukken voor. Daaronder ook nuchtere als de financiële. Wat zou Indonesië blijven betalen van de schulden, van de pensioenen, van andere uitgaven? Wat moest Nederland moreel gesproken voor zijn rekening nemen? En ik vertelde toen eens aan de koningin, tijdens de loop van die conferentie, dat er nog een meningsverschil was tot een bedrag van 1,5 miljard. Nou, zegt de koningin, maar om het geld kunnen we het toch niet laten. Ik zeg, we zijn er niet aan toe om het te laten, maar 1,5 miljard is wel een heel bedrag waar we nog eens over moeten overleggen tot welke oplossing we zullen komen. Voor veel Nederlanders was het nog maar moeilijk te verteren. Overdracht van de soevereiniteit. Ondanks de nasleep, echt het einde van een tijdperk. Vicepresident Hatta, een jaar tevoren nog in Nederlandse gevangenschap. Weer een hand. Nee, het is New York. En alles ging daar nog volgens de overtreffende trap. Broadway wist hoe je zoiets moest aanpakken. Hoe je een koningin en een prins iets kon meegeven ook. De officiële reizen. Ik zeg altijd vermoeiend, maar heel boeiend. Denkt u dat ze u alles laten zien daar in die landen? Natuurlijk niet. Wij laten dergelijke gasten ook alleen mooie dingen zien, interessante dingen. Ja. En die ziet u zelf daar ook? Natuurlijk, ja. De dingen die zij... Enkele dingen daarvan, ja. Ja, in je eigen land, daar kun je natuurlijk dingen zien die niet mooi zijn. Die worden heus niet verborgen, als ik daarom vraag. Of worden we zo ook wel eens aangeboden om te gaan zien. Maar ja, als buitenlandse gast, dan willen we natuurlijk de goede dingen aan je vertonen.
kleine schaal. Een dorpsschooltje in Canada. Voor veel kinderen is het nog half en half hun koningin. Voor hun ouders eigenlijk nog steeds helemaal. Een boer uit Friesland daar verloochent zich evenmin als een kweker uit het Westland. Schiphol, internationale luchthaven en gewoon weer thuis. Bij je kinderen. Dat is iets wat zeker toen iedereen hier maar al te best begreep. Gezellig thuis. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis, ja, ja. In Holland staat een huis. In dat huis daar woont een heer. Allemaal hartelijk welkom. En die heer die kiest een vrouw. En daar is nou eenmaal niets aan te doen. En die vrouw die kiest een kind. Ja, daar begon het mee. En dat kind dat kiest een broer. Zeg, zijn dit de harde eitjes? In Holland staat een huis, ja, ja, van je chingela, chingela, hopsasa. In Holland staat een huis, in Holland staat een huis. Het zoveelste, dat was gebouwd. Huishouden werd een vak, daarvoor dan ook een beurs. Met inmiddels allemaal luxe die hebberig maakte. Des te meer tijd om lekker naar de radio te luisteren. Elke dinsdagavond doet de bonte havenrein alle huizen aan van ons land. En hij wil de mensen weer een beetje vrolijk zijn, overal waar hij belandt. Sjoepet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 jo
Opeens weer terug, in een vergeten gevecht. De dijken die het begaven, het water dat letterlijk aanstormde, leven, haven en goed letterlijk meevoerde. We zijn er natuurlijk allemaal dadelijk heen gegaan. Mijn moeder, mijn man, ik. Voor zover we er konden komen. Maar dat lukte toch wel. Onderweg moest ik nog even de eerste vrouwelijke staatssecretaris beëdigen. Juffrouw de Waal. Dat heb ik gedaan in Den Haag met waterlaars aan. De herinneringen aan de ramp zijn zo vreselijk dat ik er eigenlijk niet over kan vertellen. Hulp stroomde van alle kanten toe. Uit ons land, uit de hele wereld. En toen is mijn man voorzitter van het Rampenfonds geworden. Hij is een voortreffelijke voorzitter altijd. En toen hebben ze heel doeltreffend al die hulp in dat ene kanaal van het Rampenfonds gevangen en verdeeld over de plaatsen waar het nodig was. Landgenoten die door de ramp getroffen zijn en gij... Redders en helpers in de ruimste zin. De doorbraak van de dijken riep daartegenin een springvloed op
van medeleven met elkander. De eendracht uit de oorlogstijd was plotseling weer paraat. Als straks de zwaarste stoot is opgevangen en ook het normale leven weer een groot deel van onze aandacht zal vergen, dan wens ik ons allen toe dat we met taaie volharding toch het herstel en de wederopbouw in dezelfde geest mogen volbrengen. Met onze saamhorigheid in het oog en voor ieder zichtbaar. Echte opluchting omdat het laatste gat in de dijken voor de winter was gedicht. De werkelijkheid van de residentie weer. Het statuut dat Suriname en de Nederlandse Antillen een vorm van zelfbestuur gaf. Een toezegging door koningin Wilhelmina gedaan tijdens de oorlog, kreeg gestalte in 1954. Vooruitziende politiek eist de ontwikkeling van koloniale regering in de richting van zelfstandigheid te bevorderen. Deze gedachte is reeds vele jaren geleden door de Nederlandse regering uitgesproken. Ten aanzien van Suriname en de Nederlandse Antillen heeft zij een gelukkige verwerkelijking gevonden. Wij, Juliana, bij de gratie Gods, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, enzovoort, 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 bevestigen de nieuwe rechtsorde zoals deze is vervat in het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Een paar dagen later weer de traditionele kerstviering op Soestdijk. Met het hele gezin ook. Vader, moeder en vier kinderen, waarvan de jongste dan 7 is. Zoals in zoveel levens waar ouders de zorg voor een gehandicapt kind moeten aanvaarden, trok de geboorte van prinses Marijke ook een schaduw over het gezin in Soestdijk. Om een verbetering tot stand te brengen, werd alles ondernomen. In uw regeringsperiode zijn er verschillende crisissen geweest die ook diep ingegrepen hebben in uw persoonlijk leven. Ja, in ieder leven komen moeilijke tijden voor. Maar daar praat ik liever niet over. Dat wil ik niet. Uiteindelijk is het prinses Christina zelf geweest die met moed en zelfstandigheid een eigen vorm voor haar leven vond. In Canada eerst, beginnend met een zangopleiding, bouwde ze later, ver van huis, aan eigen levensgeluk. Ze heeft een heel sterke persoonlijkheid en ze heeft haar eigen leven helemaal gemaakt. En ze is nu erg gelukkig. En het feit dat ze een echt talent heeft, is natuurlijk ook een grote levensvervulling. Prinses Juliana was er al in 1943 heen geweest. 12 jaar later kwam ze als koningin terug. Suriname en ook de 6 Antilliaanse eilanden. Een paar maal bezocht ze de nu autonome rijksdelen over zee. Vermoeiend waren die reizen. Een strak schema dat weinig kansen gaf voor improvisatie. Maar toch. Als je niet jezelf bent, dan kun je eigenlijk niets doen. Maar u zit natuurlijk in een glazen huis. Ja. Vroeger was een ambtsdrager en dwong daardoor respect af. Tegenwoordig doet hij het alleen als zijn persoonlijkheid respect afdwingt. Want men is niet meer geïmponeerd door het ambt.
En... Maar ik geloof dat we toch nog een heleboel moeten leren... in het respecteren van het leven van andere mensen... en dan niet onze neus insteken. Alleen... Als je het uit vriendelijkheid van je hart doet, hè? Dat is wat anders. Maar als je het uit nieuwsgierigheid doet, omdat... dat wezen, dat ding... zich zus of zo gedraagt of niet gedraagt... dan is het een het in plaats van een gij. En je moet je medemens niet als een het zien, maar als een gij. Dat kun je altijd heel goed aanvoelen. Hoe je bekeken wordt. Dezelfde gevoelens en ideeën verwoordde de koningin al eerder, in een aangrijpende kersttoespraak. Er is geen groter smart dan te zien hoe het kwaad, het onrecht, zijn beloop heeft. Waarom, bijvoorbeeld, vallen sommige mensen iemand aan langs slinkse wegen met onware beweringen? Waarom valt men daarbij nog anderen aan dan degene die men op het oog heeft? Kan men aan diegene dan niet zelf eerlijk rechtstreeks schrijven wanneer men zulke bezwaren voelt aangaande diens persoonlijke houding dat men meent dat die persoon ze bepaald weten moet? Ook dit heb ik ervaren. Wat bezielt zulke mensen dan toch? Wat zijn hun eigenlijke drijfveren? Maar heb ook ik soms het recht niet te trachten mezelf te zijn? Laat ons dan in donkere tijd ons meer dan ooit aaneensluiten als bewuste mensen die duidelijk voelen wat erop aankomt en wat niet. We leven in een tijd die ons meer dan ooit laat zien de ernst van het erop of eronder. Zo'n 15 jaar na de Grote Oorlog mocht een opbouw en herstel dan best prestaties heten, voor een nieuwe lichting geen reden voor het nu maar rustig slapen gaan. Voor degenen die erbij waren, nu grondig jeugdsentiment. Maar ouderen toen hielden hun hart vast. Round to eat, round to well, but see us again, and I love them too. Hoorde, minder en minder hoeft hij erop uit om wat te beleven. Paul Vlaanderen en het Mago-mysterie. Een detective-hoorspel in 8 episoden van Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennick, muziek Koos van der Griend, regie Dick van Putten. Als de Groninger Universiteit 3,5 eeuw bestaat, worden er in de Martinikerk eredoctoraten verleend. Aan de schrijver Simon Vestdijk, de muzikus Bertus van Lier en ook, jazeker, de socioloog professor Bouwman is haar promotor. Het doctoraat in de sociale wetenschappen dat u heden wordt verleend, brengt, majesteit, vooral onze grote waardering tot uitdrukking voor de manier waarop u het koningschap in de stroomversnellingen der moderne geschiedenis telkenmale nieuwe zin en inhoud wist te geven. Zij nog uit Engeland even overgekomen. Maar het eigen land werd intussen ook een flinke trekpleister. Of Amsterdam, beter gezegd. Het magisch centrum van de wereld. Daar gebeurde het. Ja, man.
Maar eerst nog vielen er klappen tijdens een paar hete zomers. En rust. Maar die rust werd nu juist ook weer vaak opgevat als gericht tegen de orde. Het een, nog het ander, voor de bezetters van het Amsterdamse Maagdenhuis. Met verbeelding wilden studenten vrijheid veroveren op starre universitaire statigheid. U zult ook mensen ontmoeten of ontmoet hebben die principiële bezwaren hebben tegen de monarchie. En hoe staat u daar dan tegenover? Nou, ik vind dat iedereen recht heeft op zijn eigen overtuiging. En even goede vrienden. Er was flink wat publiciteit, soms beroering, toen de vier dochters aanstalten maakten het ouderlijk huis te verlaten. Het is voor ons, voor mijn man en mij, een grote vreugde u de verloving aan te kondigen van onze dochter Margriet Francisca met de heer Pieter van Polkenhoven. Vreugde, u nu zelf de verloving aan te kondigen van onze dochter Beatrix met de heer Klaus van Amsberg. We zijn heel gelukkig dat ze deze keus heeft gedaan, die de keus van haar hart is. Als ouders hebben wij echt het vertrouwen dat de verbintenis van deze twee mensen in alle opzichten gelukkig zal zijn. Ik kan u verzekeren, het is goed. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene heeft meegedeeld: ik ben blij u te kunnen aankondigen mijn verloving met prins Don Carlos Hugo de Borbon, hertog van Madrid. Ons voornemen is binnen afzienbare tijd in het huwelijk te treden. Aldus de mededeling van prinses Irene. Hare Majesteit de Koningin en zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden voegen hier het volgende aan toe. Wij willen aan wat onze dochter Irene aan u heeft meegedeeld toevoegen dat wij ons van ganser harte verheugen in het geluk van haar en haar aanstaande man. En dat onze beste wensen hen steeds zullen vergezellen. En mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden. Prinses Beatrix Wilhelmina Armgaard der Nederlanden, verklaart gij getrouwelijk alle plichten te zullen vervullen welke door de wet aan de huwelijke staat verbonden zijn. Wat is daarop uw antwoord? Emma Isabel de Orange Nassau quiere recibir como esposo a Carlos Hugo de Borbón Parma
Hoogheid, prinses Margriet Francisca der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, wat is daar op uw antwoord? Ja. To you, Maria Cristina, take Jorge for your husband. Yes, I do. Dat zat erin, al maanden. Maar het bleef bij Rook in 1966, toen Beatrix trouwde met Klaus. Bij de huwelijken van uw dochters, daar hebben zich nogal problemen en moeilijkheden voor gedaan. Hoe kijkt u daarop terug? Och, het is allemaal verleden tijd. En het is allemaal goed gekomen. En we hebben een ontzettend prettige band in de hele familie. Onze vier dochters zijn gelukkig getrouwd. Ze hebben schatten van kinderen. We leven nu in het heden. Exotisch, maar zeer vertrouwd, ook al is de vlag veranderd. Die van de zelfstandige Republiek Suriname. Een andere ex-kolonie zag de koningin voor het eerst. Ik beschouw het als eervol met dit grote en boeiende land voor het eerst kennis te maken op de zeer gewaardeerde uitnodiging van Indonesiërs president. Nu gaat ook voor mij de droom die werkelijkheid is beginnen. Ze zou graag nog eens teruggaan naar Indonesië. Niet alleen om de Borobudur en alles wat daarbij hoort. Je kunt op die reizen van alles meemaken. In Thailand heeft een priester me mijn toekomst voorspeld. En hij zei, die is niet zo best. Ik dacht, nou ja, ik ben een vrijdagskind, dus wat zal er komen? U krijgt alleen maar vier dochters. Nou, ik had ze al. Thuis bleef er intussen ook nog wel wat te doen. Zoals met ministers, formateurs, informateurs, fractieleiders, kortom ook de zaken ener vorstin. Voor haar telkens nieuwe gezichten, voor hen steeds dat ene. De aandacht en zorg voor de naaste familie. Inmiddels is dat wel een taak op zich geworden. Toen Beatrix haar eerste kind kreeg, ons eerste kleinkind, toen was dat een jongen. Het is een erg lieve jongen. En toen was er opeens zo'n geweldig gejuich dat het een jongen was. En dat vond ik niet prettig om te horen. En het meest heeft me het getroffen toen ik ergens officieel was. Het was kort na zijn geboorte, heel kort na zijn geboorte. En toen riep er een vrouw uit het publiek, we hebben een koning. En ik vatte dit zo op. Een kind in de wieg, je weet nog helemaal niet wat er van wordt. Maar een man is altijd beter dan een vrouw zoals mijn moeder was, bijvoorbeeld. Dat heeft me ontzettend gekwetst. MUZIEK
De Hollandse deugd of ondeugd van de deftigheid is verdwenen. En ja, dat plechtige, dat formele, dat is weg. Ja, er zullen nog wat plekken zijn in ons goede vaderland waar het nog bestaat. Maar ik kom het niet meer zo tegen. En het kan natuurlijk ook aan het protocol liggen. Wat is een protocol? Wat is dat nou? Dat is geloof ik een mythe. Zoiets bestaat nergens. Dat denken mensen en dan zijn ze vervelend als ze dat denken. Is het niet zo dat er vroeger een soort van waarschuwing werd gegeven bij... Ik weet niet wat voor idioten dat deden. Dan, het heette dan altijd, je mocht de koningin niet tegenspreken. Ja, dat heb ik nooit gehoord. Maar dat heb ik later wel gemerkt tot mijn ontzetting. Dat iemand die waarschuwing gekregen had, dus. Ja. Nou, ja. Het zijn altijd idioten geweest in de wereld. In ieder tijdperk zijn er nou weer anderen. En hebt u nou het gevoel dat u ook inderdaad allerlei soort van mensen tegenkomt en ontmoeten kunt en een goede verhouding hebt? Ja, je kunt helaas geen 14 miljoen mensen kennen. Maar ik probeer toch wel allerlei soorten mensen te ontmoeten. Er zijn nu natuurlijk in deze functie erg veel beperkingen opgelegd. Hebt u daar veel moeite mee gehad? Jawel. Je moet altijd eigenlijk uitkijken dat je zelf niemand kwetst. Dat je mensen geen verdriet doet, dat je iedereen tot zijn recht laat komen. Natuurlijk, zoveel mogelijk. 100% haal je het niet. Maar je moet wel je best doen om iedereen tot zijn recht te laten komen, ja. En dat legt beperkingen op. Naast die beperkingen zijn er natuurlijk ook veel mogelijkheden. Ook heel veel mogelijkheden. Je ontmoet ontzettend veel interessante mensen. Je komt met heel veel in aanraking, heel veel bewegingen. Grote en kleine dingen die sympathiek zijn en waar je nog een beetje... je misschien nog een beetje kunt helpen. En dat geeft natuurlijk heel veel voldoening. En als u nou terugkijkt op uw leven en op een lange regeerperiode, als u het zou moeten samenvatten, hoe zou u dat dan doen? Dat is erg moeilijk. Maar ik heb natuurlijk een heleboel meegemaakt in mijn leven. Ja, ik heb toch wel een heleboel meegemaakt. Maar ik mag toch zeggen dat ik een erg gelukkig mens ben. Dat ik mijn man altijd nog naast me heb. En dat ik lieve kinderen heb. En dat ik mijn werk nog met veel plezier doe.